Hey, hey. Nou, ik kreeg net de leuke washtape rollen van Plus Minus binnen. En vorige keer was ik net te laat met bestellen, maar nu was ik op tijd. Dus ik dacht van nou, ik ga ze even één voor één ga ik ze even openmaken en even laten zien aan jullie. Ik heb expres een wit papiertje gepakt. Dus eens even kijken. Ik durf niet zo goed met mijn mes erin te gaan, maar ik heb veel plastic in zich wel. Nou, er zit echt veel plastic in. En dan ga ik even een stukje afrollen. Als ik het begin kan vinden, ga ik een stukje afrollen. En ik kan het begin vinden. Alleen mijn nagels niet. Kijk, er zit zo'n zilver of een plastic poesje overheen waar het begin is. Dat kun je hem straks ook weer vastplakken, denk ik. Nou, dan ga ik even een stukje afrollen. Oh, gaaf. En dit is dus papier en er zit dan dus een plastic laagje onder. Ik ga het even proberen hoor, want het is voor mij ook nieuw. Dus dat ik dat los krijg. Los krijg, zeg ik. Ja, kijk. Er zit hier een plastic laagje onder. En dan heb je dus van een klein stukje het afhalen. Het is een beetje doorschijnend. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zal even een stukje. Zie je? Dus het is echt best wel dun. Het is echt washi tape. Nou, ik pak hem even vast. En dan ga ik mijn stukje afrollen. Dan kun je een beetje zien. Wat er een beetje op zit. Misschien is het net op de kop, ja. Het is op de kop. Kijk, want hier staat een vliegtuig op, dus. En ik rol hem niet helemaal af, hoor, maar. Even kijken tot hoever ongeveer het begin is. Even kijken. Nou, het is nog. Oh, hier beginnen we weer op. Dus dat stuk wat ik net liet zien. Dit stuk. Dat is dan. Één stuk, zeg maar. Het is best wel lang, hè? Ik pak hem even zo, anders dan. En dan was dit. Oh, dat heb ik natuurlijk net kapot gemaakt. Dit was de. Déjà vu washi. Dit is denk ik de matte. Kijk aan de zijkant of er nog staat. Ja, matte. Déjà vu en dan de mat. En er zit echt heel veel op zo'n rol hoor. Want ik kun je echt geloof voor mij vooruit. Dus misschien als je denkt, nou we willen het met z'n tweeën doen. Dat je hem ook met z'n tweeën kunt kopen. Ik doe weer even lekker dat stickertje erop. Dan heb ik weer... Het begin en dan blijft hij ook even zitten. Nou, dan heb ik hier nog een keer een déjà vu, volgens mij. Oh nee, dit is de wit without. Ik dacht dat ik twee keer déjà vu heb besteld, maar... Oh, deze is ook déjà vu. Ja, ik heb twee déjà vu's, twee verschillende. Ik heb nu de wit en without uitgepakt. Even buiten de camera, want het is zo. Dan ga ik weer op zoek naar dat mooie. Plakketje. Dan gaan we kijken hoe dat deze. Oh, deze rol precies hetzelfde. Kijk, zo leuk. Deze werkt hetzelfde. Dit is ook papier. Zeg maar, dit is geen plastic, dit is papier. Dat is heel leuk voor je albums, je junk journals, zeg maar.
mij zijn we nou ongeveer bijna weer bij het begin. We moeten even kijken. Nee, nog niet. Nou, deze is wel heel lang. Hier, nee. Even bij het begin kijken hoor. Naar deze, oh, hier ergens. Hier begint hij. Ja, hier begint hij. Dus zoveel. Ik moet wel opzetten dat ik binnen beeld blijf. Zoveel heb je dan verschillende dingen, zeg maar. Nou, ik rol hem snel op. Ik leg hem even snel aan de kant. Ik rol hem dadelijk wel op. Even kijken, die had ik net gedaan. Wat heb ik dan hier nog? Had ik nog een deze voor je. En deze is volgens mij met plastic, dus niet, ja, niet van papier. Dit is de Deja Vu matte pet. Noemen ze hem. Ik denk dat pet betekent plastic. Even kijken, het begin dingetje weer zoeken. Dus dit is meer zeg maar een film. Niet meteen. Kijk, zie je, dit is echt doorzichtig. Moet je andersom pakken. Zo, dat zijn een paar vliegtuigen die hier overkomen nu. Dit is echt zo'n filmlaag. Allemaal hele leuke oude afbeeldingen. Nou jongens, kom op. Vlieg eens even snel erover. Nou, hoop ik dat ze klaar zijn. Anders moet ik even de raam dicht maken, want ja, hier zit vliegbasis Volkel in de buurt. En tegenwoordig hebben ze meer oefeningen. Sinds de oorlog in Oekraïne dan komen ze wat vaker. Oh kijk, die begint. Deze, tot zover. En dan heb je dus heel de filmstrip gehad. Echt leuk, mijn oude foto's erop. Ja, nou, deze leg ik ook weer even aan de kant. Hier rol ik uiteindelijk ook weer op. Het wordt inmiddels alweer een zooitje hier, zoals gebruikelijk. Even kijken, dit is de With and Without. En dit is ook de matte pet. Dus dit is ook, die andere was papier en dit is dus ook weer de filmstrip. Nou, scheid hè, jongens. Ondertussen dat ik de best kruid, dan ga ik even de raam dicht maken, want... Leuk. Zo, dat scheelt al een klein beetje. Zo. Nou, hier zullen we ook alweer zo'n stripje hebben, ja. Kijk, en dit is dus ook weer zo'n doorschijnende. En er zitten dan eigenlijk dezelfde prints op, zoals ik nu zie, als op het papier. De papierversie. Ik zal eens even kijken. Dit was de With and Without. Dan moet ik even hier de With and Without zoeken. Dat is deze. Nee. Dan is dat net degene die ik opgerold heb natuurlijk. Nee, nou, weet je, volgens mij is het gewoon, de ene is met papier en de andere is met plastic. Deze heb ik net ook gezien, die... Maar erg mooi, moet ik zeggen. Erg leuk. Ja, zie je, je begint, er begon deze mee. Even kijken, deze begon met dit. Kijk, zie je? Dit is hetzelfde. Het is niet erg praktisch zo, even kijken wat je rolt.
Kijk of ik hem zo even goed neer kan leggen. Dat jullie zien. Dus de ene is met papier. Dat is de bovenste. En de andere bestaat uit plastic. Zeg maar meer een filmstuk. Dus ze zijn verder, de afbeeldingen zijn hetzelfde. Nou, deze ook dadelijk weer oprollen. Ik heb nog twee zwarte. En dat is de film noir. En dan heb ik de matte versie en ik heb de glossy versie. Heel goed in plastic. We poppen er dan een stukje plastic in. En ik had netjes opgeruimd in mijn kamer, maar nu is het even weer. Kijk, zo gaaf. Wat gaaf zeg. Dit is de matte versie volgens mij, is het goed begrepen? Ja, zie je? Dit is de matte versie. Oh, er zit echt enorm veel op. Echt. En dit hebben we volgens mij al gehad, ja. Zie je? Nou, dan deze ook nog even aan de kant. En dan ga ik nog de matte versie laten zien. Of de glossy versie. Moet ik zeggen. En er zit echt wel verschil in. Dat zie ik ook wel. Ik dacht eerst van, wat zal er voor verschil in zitten? Maar er zit echt wel verschil in. Nou, kom op. Kijk, dit is echt, ik weet niet of jullie het kunnen zien, echt heel erg glossy. Precies dezelfde print. Alleen, deze is echt glossy. Ik probeer het zo een beetje te laten zien hoe glossy dit is. Ik heb wel dezelfde print erop. Ja. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Of ik ze naast elkaar op papier leg. Even inzoeken. Ik weet niet of je dat kunt zien. Mat en het los. Nee, dat kun je zo niet zien. Deze voelt op mat en deze voelt op glanzend. Dus, nou, dit zijn die leuke rollen van Plus Minus. En ja, ik moet zeggen, ik vind ze wel geweldig. En enorm veel wat je ermee kunt doen. En ook zit enorm veel op een rol. Nou, ik ga lekker de rollen opvouwen. En dan ga ik ermee spelen. Ja, groetjes. Doei doei.